Dit is West in 60 seconden. De 27-jarige Hagenaar die woensdag zijn zwaargewonde vader naar het ziekenhuis gebracht, is gisteren aangehouden. Volgens de politie kan een misdrijf niet worden uitgesloten. De vader is er nog slecht aan toe en de politie onderzoekt de rol van de zoon. Tom Beugelsdijk is weer terug bij ADO Den Haag. Na een jaar voor het Duitse FSV Frankfurt te hebben gespeeld, tekende de 25-jarige verdediger gisteren een 3-jarig contract in het Kyocera-stadion. Volgens Beugelsdijk is hij terug omdat de supporters een actie hadden gestart op Facebook. Bij een steekpartij in de Boendalenstraat in Den Haag, vlakbij het Zuiderpark, is gistermiddag een man gewond geraakt. Volgens getuigen zou de man een inbreker zijn die door de bewoner van het huis met een Stanley-mes is gestoken. En in Den Haag is Jazz in de Gracht donderdagavond voor de 11e keer van start gegaan. Tijdens het gratis festival in de Haagse binnenstad treden dit jaar 50 verschillende acts op. Ook vandaag en morgen is er jazz te horen langs de Haagse grachten. Tot zover West in 60 seconden.